Volgens mij is de Apple de... Sorry? Ik dacht dat je geen dood was. Maar wat? Nee, dat trim dood was, ja. Surfing site infrastructure. Ik heb wat ik voorstel. De collapse backbone. Dat zijn individuele locatie die zeg maar met twee pootjes aan de collapse backbone vast. Deze onderste twee zitten eigenlijk in ons videodomein en nou ja, hebben allemaal een connectie met beide. En zo is de structuur zeg maar complete symmetrie met elkaar. En ja, wat gebeurt er nu? Nu wordt de infrastructuur aangemaakt. Nu even kijken of de boel is. En nu is alles op. En nu gaat de infrastructuur zichzelf ontdekken. Om in contact te komen met zichzelf. En met anderen. Ik ben een beetje zweverig. Belangrijk dat een beetje zweeft. Start ook meteen mathematica op. Als ik kan vinden waar ik dat ook weer moet doen. Zowel op mathematica als op de touchtafel wordt ontdekken van de virtuele infrastructuur gedisplayed. Door laag 2 discovery ontdekken de interactive network nodes elkaar. Wordt ook bijgehouden door de interface wanneer de infrastructuur convergeert. Bij 20 seconden beschouwt die de infrastructuur was geconfigureerd. En dan wordt vervolgens een touch interface gestart. Yep.
ook mathematica heeft toegang tot deze infrastructuur. Kun je wat video previews laten zien in het pad? Video preview. We hebben hier een video genaamd Conspiracy. Een video Time Lapse. Video Oxygen. En een video Elephant Green. We kunnen paden tekenen. Simpel pad. Multicast. Zijn we iets meer vergroten, zodat we, makkelijk kunnen tekenen. Look. Hier wat complexer. En een sampler in de multicast. Eerst zijn alle. Timelapse. Ik kan het verschil in kleuren ook zien. Deze zijn allebei van de multicast. En dit zijn van de andere paden. We kunnen een sampler toevoegen. Hij heeft meteen impact op de video. Als we nu alles weggooien aan het verkeer. Dan wordt één deel van de stream duidelijk beïnvloed, maar het andere deel niet. En ik kan de sampler ook weer gewoon weghalen, als het goed is. Ja. En nu gedragen de stream zich weer normaal. We kunnen ook throughputmetingen aanzetten. Dan wordt de throughput real-time gemonitord van het netwerk. En die kan dan worden gevisualiseerd in Mathematica.